cornerstone is Christ alone. Met kerst vieren we al jaren dat de aarde verlicht werd. Verlicht werd door de komst van een heel klein kindje. De aarde was en is donker. En we hebben maar een heel klein licht nodig om te kunnen zien waar we met elkaar zijn. Oh.
Goedenavond allemaal en goedenavond Dronten. Leuk, hè? Jullie zijn de tweede lichting en het is helemaal vol. Hebben jullie er zin in? Vanavond trappen we kerst af en het is zo lekker dat we dat samen kunnen doen. Want normaal gesproken doe je dat natuurlijk voorbereidend, dan inkopen. Iedereen is bij de Jumbo, Albert, dat mag je allemaal niet zeggen. Maar bij de supermarkt geweest, inkopen gedaan voor het kerstdiner. En dan is het zo mooi om samen te komen en te gaan genieten van het kerstverhaal. En dat doen we samen. En je mag vanavond natuurlijk doen waar je zelf zin in hebt. Maar wat we belangrijk vinden, is dat je elkaar een goede avond wenst. Dus kijk voor je, kijk achter je, naast je, om je heen. En wens elkaar een goede avond, een fijne avond, een mooie avond. Je zou bijna zeggen dat Kerstnacht Dronten internationaal gaat, want er komen mensen uit helemaal Rotterdam. Ja. Dat is voor ons toch wel een grens over, hè? Maar goed, het is wel fijn dat ze er zijn. Maar wie is er vanavond voor het allereerst bij? Steek je hand eens op. Oh. Nou, heel veel sterkte vanavond weer. Nee, het komt goed. Je mag vanavond doen waar je zin in hebt, want we willen heel graag met jullie samen zingen. Dus als je liedjes kent en als je denkt, ik wil staan, ik wil zitten, ik wil klappen, ik wil mijn handen in de lucht steken. Het mag vanavond, je mag gewoon met ons meedoen. Hoe fijn is dat? En we vertellen vanavond het Bijbelverhaal, het kerstverhaal. En het kerstverhaal vertellen we aan de hand van allerlei liedjes. Samen met Charis, die nu vertrekt, maar ze komen straks terug. Samen met Chapter 4, die om mij heen staan, deze knappe mannen. Geef ze alvast een hartelijk applaus. En hoe mooi is het dat verhalen die je vertelt beeldend worden gemaakt. Dus we hebben ook niet vanavond alleen onszelf meegenomen, maar ook Rosa de Vijver, onze zandkunstenares. Luister mee, geniet mee naar alles wat we doen en we spreken elkaar aan het eind van de avond. Afgesproken? Jozef was een man die keurig leefde volgens de regels van het Jodendom. Hij deed geen vreemde dingen. Hij had een baan als timmerman, waarmee hij zijn inkomen verdiende. En hij was een eervolle en trouwe vriend voor zijn Maria. Jozef droomde van een toekomst samen met zijn vrouw. Huisje, boompje, beestje. Jozef zijn droom viel in duigen toen hij hoorde dat Maria in verwachting was. Hij zou vader worden, maar toch niet zo. Hoe kon hem dit nou gebeuren? Een man die altijd leefde volgens de regels van de wet. Hij moest en zou Maria beschermen. Maar hoe? Hij kon met niemand zijn zorgen delen en besloot een voor hem verantwoorde keuze te maken door Maria weg te sturen voor haar eigen veiligheid. Mensen mochten haar koste wat het kost niet behandelen als een slechte vrouw. Maar nog diezelfde nacht kreeg Jozef een droom. Je hoeft niet bang te zijn, Jozef. Het kind dat Maria verwacht is van de Heilige Geest. Je zult een zoon krijgen en je moet hem Jezus noemen. When you're on the street, when leave
Jozef had net te horen gekregen van een engel dat het goed is om met Maria verder te gaan. Het kind dat zij verwachten is het kind van God. Die boodschap had hij nog maar net verwerkt of de volgende uitdaging diende zich al aan. Hij moest terug naar zijn geboortestad Bethlehem. Omdat de keizer van het land, de koning, of beter gezegd de premier, iedereen wilde laten tellen in zijn of haar geboorteplaats, moest iedereen op reis. Zo ook Jozef en zijn Maria. Door de jaren heen waren de mensen in verschillende delen van het land gaan wonen, maar juist nu moesten ze weer terug. Het organiseren van een belastingheffing was het doel, zodat de premier en de hooggeplaatste Romeinen hun luxe levensstijl konden blijven behouden. Waar het misschien voor velen een leuke reis leek, was het voor anderen een grote opgave. Ondernemers lieten hun bedrijven achter en schoolvrienden raakten kilometers van elkaar verwijderd. Alles bij elkaar zorgde het vooral voor veel onrust en verdeeldheid onder de bevolking. Bij Jozef en Maria zorgde het vooral voor veel onzekerheid. In verwachting zijn was überhaupt al bijzonder, maar van zo'n groot wonder, dat bracht wel een extra last met zich mee. Jozef moest en zou daarom een plek vinden voor Maria en het kind, want het kon nu elk moment gebeuren. Jozef klopte aan bij een boer die alleen nog plek had in zijn stal, waar Maria beviel van een zoon. Maria wikkelde het kind in een doek en ze legde het in een voerbak voor dieren. Maar die lange reis, de bevalling en alle onzekerheid waar ze in leefden, hakte erin. Jozef en Maria voelden zich naast het geluk ook erg alleen. Want wie bedenkt het nu om een van de mooiste momenten van je leven te beleven ergens ver weg, achter in een koude stal? Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? Let the lonely feeling wash away. Maybe there's a reason to believe you'll be okay. 'Cause when you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand. And oh, someone will come running, and I know they'll take you home. Even when the dark comes crashing through, when you need a friend to carry you, when you're broken on the ground, you will be found. So let the sun come streaming in, 'cause you reach up and you rise again. Lift your head and look around, you will be found. Across the silence.
Het geluk van Jozef en Maria kon niet op. Ondanks de flinke uitdagingen die zij aan moesten gaan, werd ook hun tijd even stilgezet bij de geboorte van hun zoon Jezus. Een wonderlijke baby geboren op wonderlijke wijze. En hoe groot die contrasten ook waren, hun liefde voor dit kindje was ongekend. Diezelfde nacht waren de herders buiten op hun schapen aan het passen. En ineens verscheen daar een helder licht van God. Herders, jullie hoeven niet bang te zijn. Ik kom jullie goed nieuws brengen waar het hele volk blij mee zal zijn. Vandaag is in Bethlehem jullie redder geboren. Jezus Christus de Heer. Je kunt hem herkennen als een kindje dat ligt in een voederbak, gewikkeld in een doek. Hallelujah. Hallelujah.
De herders gingen op pad naar het koningskind. In Jeruzalem kwamen wijzen uit het oosten aan en zij vroegen: waar is de nieuwe koning van de Joden die kort geleden geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster gezien en wij zijn gekomen om die nieuwe koning te eren. Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Hij riep onmiddellijk alle priesters en wetsleraren en vroeg hen: vertel me, waar wordt deze Messias geboren? Ze antwoordden in koor: in Bethlehem, in Judea, want dat staat al in de heilige boeken geschreven. Herodes antwoordde: vertel me dan precies waar deze koning geboren wordt, zodat ook ik hem kan eren. Opeens stond daar die ster weer.
Die ster bleef staan boven de stal waar het kindje Jezus was geboren. De drie wijzen volgden de ster naar de stal, gingen naar binnen en eerden hem met wierook, goud en mirre. In de kerstnacht boven Bethlehem sprak een engel uit de hemel en hij maakte daar goed nieuws bekend. God is hier, zijn naam is Jezus. En opeens was daar een engelenmacht, een hemels lege priester schijnt. Zelf een kind werd, hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. God werd mens tussen de mensen. Wat een wonder dat God met ons is. Liefde kent bij hem geen grenzen. Ere zij God. Door de eeuwen, engelen en mensen samen.
tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. So De wijze mannen kregen een droom. In die droom zei God tegen hen: jullie moeten niet teruggaan naar koning Herodes. Ook Jozef kreeg een droom. In zijn droom zag hij een engel van de Heer die zei: sta op, je moet met Maria en het kind naar Egypte vluchten. En daar moeten jullie blijven totdat ik zeg dat jullie terug kunnen gaan. Want koning Herodes is op zoek naar het kind. Hij wil het doden. Jozef vertrok midden in de nacht. En dit moest zo gebeuren, want het staat al geschreven in de heilige boeken. You're the same God today, and the same God tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be today what it will be tomorrow. When I've seen the victory you already see. Oh, oh, oh Jesus, I believe. Oh, oh, oh. We need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant. Thank you.
Je moet er misschien nog niet aan denken. Maar ik neem jullie even mee terug. Of ik kijk vooruit naar de zomer. Heeft er zin in? Oh, dat is wel een hele opluchting hier vooraan. Nou, ik kan je vertellen, het is nog niet zo ver. We hebben eerst nog de kerstdagen. Maar ik wil jullie vanavond vertellen over mijn guilty pleasure. En ik weet nog niet meer of mijn vrouw om 7 uur in de zaal zat of nu. Dus sorry schat, ik weet niet waar je bent. Maar ik vertel het niet te veel mensen. Als jullie het nou bij je houden, niet verder, dan komt het goed. Maar mijn guilty pleasure is dat ik elke zomer heel graag op een bedje naast het zwembad lig. 30, 35 graden. Hoe warmer, hoe beter. En dat mijn kinderen gewoon in en uit springen in het zwembad. Dat mijn vrouw ligt. En dat ik even kijk en dan denk ik, oh ja, dit is weer een kreeftje. Draai je me om, schat? Ja. En dat ik dan kerstmuziek in mijn oren heb. En dat is echt waar. Het is echt waar. Elke zomer ga ik op pad. En het liefst ben ik onderweg naar Frankrijk toe. Zet ik kerstmuziek aan. Mag niet voor mijn kinderen en vrouw. Op de terugweg doe ik dat heel graag. Maar zeker op dat bedje bij het zwembad heb ik kerstmuziek in mijn oren. En waarom? Omdat ik ervan hou. Omdat ik het heel erg leuk vind. Voor mij mag het hele jaar door kerst zijn. Maar ook vooral omdat ik, nou ja, probeer in de zomer. Nou, eigenlijk moet het al ver voor die tijd. Maar dat lukt nooit. Een programma afmaken. Wat willen we nou vertellen? Wat willen we zingen dit jaar? En dat doe ik dan in de zomer. Ik bereid het voor met de muziek in mijn oren en denk dan over na, wat gaan we vertellen? Maar het mooie is dat we al een aantal jaren onderweg zijn en dat we elk jaar proberen met kerst het kerstverhaal te vertellen. En dat is zoals het is. Het staat geschreven zoals het staat geschreven. En wij voegen daar mooie liedjes aan toe, omdat we denken, nou, dit past mooi bij het thema. We denken na over wat we kunnen vertellen. En dan zou je kunnen denken aan Jozef en Maria. Jozef en Maria die op een ezeltje gingen en op de vlucht moesten. Nou, dat slaat perfect op de situatie waarin we nu leven. In de hele wereld zijn de mensen op de vlucht en zijn onderweg. En het past bij het Bijbelverhaal en daar zouden we zo over na kunnen denken. Maar dit jaar had ik er een soort van moeite mee. Dit jaar las ik het kerstverhaal, het Bijbelverhaal. En dacht ik, ja, het is zoals het is. Het kerstverhaal staat daar geschreven. En waarom moeten we daar iets aan toevoegen of moeten we daar iets bij weglaten? Nee, dit is wat het is. En daar geloof ik in. En natuurlijk kun je afvragen bij het kerstverhaal. Ja, klopt het dat Jozef en Maria hoogzwanger op een ezel gingen zitten en kilometers onderweg gingen op weg naar het kleine stalletje toe? Is dat te doen, zwanger? Geen idee. Natuurlijk kun je het afvragen of het überhaupt koud was en dat ze daar ergens achteraf in een stalletje gingen zitten en wachten tot hun kindje geboren zou worden. Dat kun je je afvragen, maar ik geloof het. Het is een verhaal die mijn ouders me altijd verteld hebben toen ik klein was, toen ik groter werd. Het is een verhaal wat ik heb geleerd op de zondagsschool. Het is een verhaal wat u waarschijnlijk al lang gehoord heeft. En waarom zou je dat dan veranderen? En met dat verhaal geloof ik dat er een redder naar de aarde toe is gekomen. Geloven wij dat Jezus naar de aarde toe is gekomen om ons te verlossen en ons te redden van onze eigenaardigheden. Om een verlossing te zijn van al onze zonden die we begaan. En dat we mogen weten dat er een weg vrij is voor eeuwig leven. Nou, dan is het klaar. Dan is het verhaal verteld, dan is het eigenlijk goed zoals het er staat. En waarom zouden we dan nog meer doen? Maar ik kwam een tekst tegen in de Bijbel en die wil ik heel graag met je voorlezen. En die tekst die staat in Jesaja 60. De Heer zegt, sta op Jeruzalem, kom in het licht. Het stralende licht van de Heer zal op je schijnen. Zijn zon gaat over je op. De aarde en de volken zullen in het donker liggen, maar op jou, op u zal het licht van de Heer gaan schijnen. Iedereen zal zien dat zijn stralende macht en majesteit bij je is. De volken en hun koningen zullen naar dat licht toekomen, dat op jullie schijnt. We zijn al even onderweg met elkaar. Dit is ons zoveelste concert deze maand. En we vragen ons soms wel eens af, ja, waarom staan we hier nou eigenlijk? Hebben we iemand in het koor die een ongelooflijk zwaar jaar heeft gehad en die bij zichzelf heeft nagedacht, ja, ik zit helemaal niet lekker in mijn vel, kan ik dit wel trekken? Er is iemand in het koor waarvan haar oma wacht op het eeuwige leven. Ze is aan het voorbereiden daarnaartoe. We hebben mensen op het koor die zo druk zijn met van alles, die hun lijstje nog af moeten werken en die afvragen, ja, past dit eigenlijk wel in mijn schema? En ik geloof oprecht dat het past. Dat God ons hier geplaatst heeft, dat wij hier moeten zijn. En niet alleen omdat wij het leuk vinden, maar omdat het goed is dat we iets vertellen. En dat we daarvoor worden gebruikt. Ik geloof oprecht dat het goed is dat u hier zit en dat u iets hoort van wat we met elkaar willen delen. Omdat dat het moment is. Maar ik geloof ook dat de wereld in brand staat. En dat de wereld om ons heen alle kanten op gaat. En dat we ongelooflijk goed zijn om met elkaar het organiseren van oorlogen.
dat we het heel moeilijk vinden momenteel om gewoon naast elkaar te leven. Omdat we heel snel op onze tenen getrapt zijn om wat de ander zegt, om wat de ander vindt, om wat de ander denkt. En toen moest ik denken aan het liedje van mijn oma. En oma bracht me naar bed als ik daar ging logeren, samen met mijn broertje. En dan ging ze zitten op de bedrand. En dan zette ze haar mooiste stem op. En dan zong ze een heel oud liedje. En dat liedje neem ik nog steeds mee. Als je het kent, zing het maar met me mee. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes. En ik moet u zeggen, ik ken eigenlijk alleen het eerste versje. Want oma zong het eerste versje en dan moest het bed in. Maar ik ging kijken op Google en ik dacht, volgens mij bestaan er meer versjes. En het derde versje is volgens mij het allerbelangrijkste waar het om gaat. En dat derde versje zegt, Jezus zegt ons ook dat het zo donker is. Overal op aarde zon en droevenis. Laat ons dan in duister. En dat is waar kerst over gaat. Niets voor niets was er een ster boven in de hemel, boven de herders. En zorgde dat zij verlicht werden en dat ze de weg konden zien richting Jezus. Niets voor niets was er een ster boven dat stalletje van kindje Jezus. Zodat de hele wereld kon zien dat Jezus geboren was. Niets voor niets wordt er gezegd dat Jezus het licht van de wereld is. En dat hij voor u en mij zal gaan schijnen. En dat als je Jezus meeneemt, dat je in zijn licht verder mag gaan. Want ik geloof, en wij geloven, dat er een God is die voor ons gaat op de weg die wij mogen gaan. En als het zo donker is, zal Hij zorgen dat het verlicht wordt. Ik geloof dat er een God is die naast ons wandelt en huppelt door het leven, omdat het leven zo leuk is. En ik geloof oprecht dat er een God is die achter mij staat, als ik even niet meer op mijn benen kan staan en ik door mijn knieën heen zak, omdat ik het leven even niet zie zitten, op wat voor manier dan ook. En ik geloof dat het kerstverhaal dit zegt tegen ons. Dat wij in het licht van Jezus mogen gaan staan. En dat wij voor iemand anders op de weg moeten gaan lopen die diegene eventjes niet meer ziet. Dat wij op de weg moeten gaan lopen samen met arm in arm, omdat het leven zo leuk is. Dat wij met elkaar achter iemand moeten gaan staan, omdat diegene even niet meer op de benen kan staan en door de knieën heen zakt. Omdat het verdriet is, omdat het pijn is, omdat er wat dan ook is. Dat is waar kerst om gaat. God is in je, Hij is voor je, Hij is altijd om je heen. En dat is het mooiste wat kerst is. Kerst begint hier, maar eindigt nooit. En dat licht begint hier en zal voor eeuwig en altijd blijven schijnen. Seem to be as dark as usual. The stars seem brighter than they've been before. But deep within I feel my soul is stirring, as though my hope has been restored. The shepherds say they've heard the voice of angels, confirming rumors spread across the land that a child protected well from Herod's anger is our Father's Son and the Son of Man. Love is raining down on the world tonight. There's a presence here I can tell. God is here. Savior we have been praying for, in our humble hearts He will dwell. God is in us, God is for us, God is with us.
ster schijnt in de wolken. Dit is de nacht dat zijn leven begon. Een sluier van angst en pijn lag op de wolken totdat hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe is hij ons komen brengen, stralend breed, die heldere morgen na. Rijst u zijn naam, samen met de engelen, o nacht, vol wel gezien mijn binnenkomst, maar dit jaar hebben we er heel bewust voor gekozen om samen te werken met Compassion. We zijn al jaren op pad, zoals ik vertelde. En elk jaar zeiden we, nou, we doen het helemaal zelf, het programma, maar dit jaar willen we eigenlijk iets aanzetten. Elk jaar denken we erover na om te zorgen dat mensen comfortabel naar huis gaan. Feesten naar huis en dat je gewoon oneindig kan nagenieten. Dat doen we ook vanavond. Maar we willen vanavond ook eigenlijk dat je een soort van oncomfortabel naar huis gaat. En waarom? Om je aan te zetten om iets te gaan doen.
We geloven dat je in het licht gezet wordt door kerst, door het kindje Jezus. En dat je iets moet gaan doen. En of dat dan is dat je opstaat en dat je voor je buurvrouw of Wimmel gaat zorgen. Dat je opstaat en dat je voor je broer of zus die het even nodig heeft gaat zorgen. Dat je om je heen kijkt en de mensen op straat en dat je elkaar maar gewoon gedag zegt. En geloof me, dan maak je een groot verschil. Maar dit jaar hebben we heel erg nagedacht om ook samen te werken met Compassion. Omdat het past bij wat we willen vertellen, bij wat we doen en bij wat zij doen. Zoals ik in mijn vorige praatje zei, staat de wereld in brand, gebeurt er van alles. En zijn er zoveel landen waar onrecht op de wereld is. En waarvan ik hoop dat we vanavond een soort van verschil kunnen gaan maken. Er zijn zoveel landen waar kinderen niet naar school toe gaan, maar gewoon meewerken vanaf jongs af aan om het gezin überhaupt te kunnen onderhouden. Er zijn zoveel landen waar kinderen niet in hele kledingstukken lopen, maar alleen in een shirtje en een onderbroekje. Er zijn zoveel landen waar kinderen geen voorlichting krijgen over het gewone leven. Geen voorlichting krijgen over seksualiteit. Dat ze van jongs af aan, en jong is echt jong, niet zoals wij dat vinden jong, nee, nog jonger, werken in de prostitutie om te zorgen dat hun gezinnen overeind kunnen blijven staan. En Compassion past daarom zo goed bij ons, omdat Compassion er niet voor zorgt dat er gelijk geld gaat naar kinderen, zodat ze eten, drinken en kleding krijgen. Nee, ze starten met het bouwen van een kerk. En in die kerk gaat het gebeuren. Wij geloven in dat wij in een vrij, ongelooflijk vrij land wonen. Dat we hier gewoon samen kunnen komen. En dat we mogen praten over Jezus, zingen mogen over Jezus. Dat we vreugdevol naar buiten mogen gaan en het ook nog op straat zouden kunnen vertellen. Maar in zoveel landen gebeurt dat niet. En het is belangrijk dat je samen bent. Het is belangrijk dat je samenkomt. En dat mag gebeuren in een kerk waar het kan. Compassion zorgt ervoor dat er kerken gebouwd worden en dat daar gezinnen samenkomen. Niet alleen een kind, nee, het kind neemt zijn gezin mee. En dan start het onderwijs. En dan start het voorzien van eten. En dan start het voorzien van kleding. Wat zo ongelooflijk belangrijk is. Maar ze vertellen als eerste over God. En wij hopen dat u vanavond met ons na wilt denken om een verschil te maken in de wereld. Want dat kunnen wij doen hier en nu. En juist met kerst is het gaaf om dat stapje extra te nemen. In de hal kun je met ons praten, met Compassion praten, kijken wat de mogelijkheden zijn. En samen met elkaar dat verschil gaan maken. Want mijn oma, waar ik net over vertelde, die zei ook altijd nog wat anders. En die zei, ja jongen, jouw naam staat in zijn handen gegrift. In die grote handen van God. En die staat met eeuwige gouden letters in zijn hand geschreven. En dat mag je weten, dat je altijd in zijn koninkrijk, in zijn glorie mag gaan leven. En dat weet ik, en zo leef ik. Tot op de dag van vandaag, hier op dit podium, en mag ik dat altijd met me meenemen. Maar er zijn zoveel kinderen die dat niet weten. En ik hoop dat wij daarvoor gaan zorgen vanavond, of na vanavond als je erover nagedacht hebt, dat de kinderen ver weg ook mogen weten dat hun naam, en ook met gouden letters, geschreven staat in zijn hand. We hebben een liedje, New Name Written Down in Glory. And the name is mine. Er is een nieuwe naam geschreven in zijn glorie, in zijn koninkrijk. En die naam, die is voor mij. Laten we zorgen dat het niet alleen ons naam is, maar ook de naam van zo ongelooflijk veel kinderen die dit hard nodig hebben. Shame could not get past my lane until he called my name.
tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Hallelujah. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. He's mine. He's Ja, het is tijd om naar huis te gaan en we willen jullie ongelooflijk bedanken voor jullie komst. Lekker hè, om zo kerst te beginnen, toch? Ga niet gelijk zometeen naar buiten, maar blijf nog even lekker in de hal napraten. Nog wat lekker drinken, bitterballetje bestellen en al dat soort dingen. Dat is allemaal leuk, dat mag allemaal. Ik ga je lekker vet de kerstdagen in. Maar blijf gewoon nog even lekker napraten, dat vinden we leuk. We willen jullie bedanken, maar we willen ook ongelooflijk veel mensen bedanken achter het scherm die heel hard hebben gewerkt vanaf vanochtend vroeg om dit allemaal klaar te zetten. Van techniek, camera, lampen, geluid, noem maar op. Geef ze een hartelijk applaus.
Ja, ik kan het bijna niet anders zelf zeggen, maar ook mijn favoriete koor, Ceres Music. En die staan dit jaar om een ongelooflijk geweldige band te spelen. Ja mensen, bedankt. Jos en Herman zijn vanavond voor het laatst. Morgen mogen we namelijk nog in Meidrecht spelen. Dus denk je, ik wil door, kom naar Meidrecht toe. Maar daar zijn Jos en Herman niet bij, maar echt de hele band. Jongens, dank jullie wel dat jullie erbij zijn. We sluiten af en ze komen er zo meteen nog bij. Ze staan achter de schermen, maar Chapter 4, dank jullie wel. En Rosa de Vijver, ontzettend bedankt. En laten we zingen, Eer zij God in onze dagen.